Ondernemers verdienen respect voor hun inzet en lef. Zij verdienen een dag waarop we de ondernemerschap vieren. Een dag waarop zij worden bedankt voor hun durf en doorzettingsvermogen. Daarom is iedere derde vrijdag van november uitgeroepen tot de dag van de ondernemer. Vandaag gaan we langs bij een drietal ondernemers om ze te vragen naar hun ervaringen en de kansen die zij voor andere ondernemers zien. Want ondernemen, dat doe je samen. Ik ben Herman Haal, horecaondernemer. Ik ben Nathalie van Nuet. Mijn naam is Julian Platenburg, eigenaar van Wijnkoperij Platenburg. Eigenaar van Health Kitchen Horecagroep. En ik vorm samen met drie heel fijne collega's de directie van Agen Timmermans. 2020 was in onze begroting, zou dat het beste jaar ooit worden. En toen kwam corona en toen donderde de boel in elkaar. Maar gelukkig heb ik ook nog een webshop draaien. En dat heeft een hele hoop goed gemaakt. Ja, bij ons is als gevolg van COVID-19 natuurlijk ook van alles veranderd. Het beeldbellen, het zoomen en het teamen, dat zijn we nu echt gewend. We doen bijna niet anders meer, het is heel efficiënt. We hebben toen voor Hell's Kitchen onder andere de sushi drive geopend, het Salmhuis, wat een groot succes was. We doen nu overal bij Hell's Kitchen zaken afval en bezorging. We hebben dat allemaal online geregeld. Ondernemen doe je samen. Ja, ondernemen doe je samen. Zo hebben we met een restaurant hier om de hoek, Brasserie Pierre, een borrelbox gelanceerd. Zij deden de gerechten, wij de wijnen en dat bezorgden we bij de mensen thuis. Ons motto is wel: blijf jezelf altijd opnieuw uitvinden. Dat brengt niet alleen heel veel energie in je organisatie, maar levert je uiteindelijk ook succes op. Daar ben ik van overtuigd. Nou, wat ons intern op de been houdt, en ik denk dat dat voor anderen ook kan gelden, is dat wij een focus hebben op lange termijn. Dus we hebben gewoon een stip op de horizon gezet waarin we ons richten. En elke dag willen we een stapje dichterbij van het einde van de coronacrisis komen. Die stip op de horizon moet ons gaan redden. Jij bent een van die bijzondere ondernemers die wij op deze Dag van de Ondernemer willen bedanken voor jouw lef, jouw inzet en vooral je doorzettingsvermogen. Je bent een voorbeeld voor vele andere ondernemers en daarom mag ik jou symbolisch deze duim overhandigen.